De avond begint zoals zoveel avonden in het leven van Ali en Oscar. Een leuke avond stappen, vrienden om je heen en daarna nog wat drinken bij iemand thuis. Deze avond veranderde echter in een grote nachtmerrie. Tijdens de afterparty vond verdachte Johnny L. dat Ali te amicaal was met de vriendin van Ali. Ze zouden in afzondering op de kinderkamer gaan praten. Volgens getuigen was de sfeer redelijk kalm, maar na enkele seconden hoorden de andere gasten geschreeuw en forceerden de deur. Ali wordt meermalen gestoken door verdachten en raakt ernstig gewond. Hij heeft steekwonden in zijn buik, in zijn borst en in zijn schouder. Oscar opent samen met de deur en bij het binnenkomen, als Oscar naar binnen loopt, wordt ook hij geraakt. Ten gevolge waarvan hij korte tijd daarna overlijdt. Verdachte Johnny L. zegt zich bedreigd te hebben gevoeld door Ali en in paniek te zijn geweest. Reden om al eerder een mes uit de keuken te hebben gepakt en in zijn achterzak te hebben gestoken. Maar wat het OM betreft is noodweer echt ongeloofwaardig. Verschillende getuigen, ook vrienden van verdachten, maar ook getuigen van de kant van de slachtoffers. Die hebben verklaard dat hij helemaal niet in paniek was, dat hij eigenlijk rustig was. En dat hij vanuit die rust heeft gehandeld. En dat bevestigt niet het beeld van noodweer en dat hij zich heeft moeten verdedigen. Wij vinden dat niet aannemelijk. Johnny L. wilde niet meewerken aan psychologische onderzoeken. Maar bij eerdere veroordelingen, al in zijn tienerjaren, zijn die wel gedaan. Deze overweegt. Bij betrokkenen is sprake van een ziekelijke stoornis in de vorm van ADHD en cannabisafhankelijkheid. En een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Scheefgroei in de persoonlijkheid in de vorm van narcistische en antisociale trekken. We noemen dat dan toch een getroubleerde jongen. Die eigenlijk zijn hele leven door altijd in de problemen is gekomen met justitie. En waar behandeling echt wel nodig is om te voorkomen dat dit nou nog een keer gaat gebeuren. Reden dus om naast de celstraf van 8 jaar ook TBS met dwangverpleging te eisen. Over 2 weken doet de rechter uitspraak.